Dag beste kijker en welkom bij deze eerste video over de brief van Paulus aan de Galaten. De brief van Paulus aan de Galaten die dit jaar de rode draad vormt van Resurrexit. Resurrexit, de jaarlijkse online retraite van de Belgische Dominicanen op YouTube. Bij ons in de studio professor Raymond Bieringer, professor Nieuw-Testamentische Exegese aan de Katholieke Universiteit Leuven en in die hoedanigheid natuurlijk een groot Pauluskenner. Professor Bieringer, een bekend gezicht. Welkom terug bij ons in de studio. Dank u wel. Meteen een eerste vraag. De brief aan de Galaten. De brief aan wie? U zegt het wel, aan de Galaten. Dus aan Paulus zegt Ecclesiae, dus we vertalen dat vaak vandaag kerken of gemeenschappen, in Galatia, dus in een streek in het huidige Turkije. Nu, we weten eigenlijk niet veel over wie bedoeld is. Hoogstwaarschijnlijk moeten we dus Galatië lokaliseren in het noorden van Centraal-Klein-Azië. Dat is de streek van Ankara, het huidige Ankara, de hoofdstad van Turkije vandaag. Het is ook mogelijk dat de provincie van Galatië bedoeld is, dat is de Romeinse provincie. En dat zou iets verder naar het zuiden zijn, waar de meest belangrijke stad Antiochië in Pisidië zou zijn. Ja. En de meerderheid, denk ik, van exegeten zegt nog altijd dat het de noordelijke streek is. En dan zou de brief iets later geschreven zijn. Anderen zeggen nu dat het de zuidelijke streek is en dan zou de brief de eerste brief van Paulus kunnen zijn. Dus nu denken we meestal dat 1 Thessalonicenzen de eerste brief van Paulus is. Maar sommige collega's die de zuidelijke hypothese verdedigen, denken ook dat de Galatenbrief de eerste brief is. En over welk jaartal spreken we dan ongeveer? Wel, als het de eerste brief is, zou het zijn rond 50. Als het een latere brief is, zou het rond 54, 55, 55, 56 zijn. Ja. En weten we ook van waar Paulus de brief juist geschreven heeft? Wel, ook daar heb je verschillende meningen. Misschien vanuit Rome, maar meer waarschijnlijk vanuit Efeze, Macedonië of Korinthe. En als u het mij vraagt, denk ik, is het meest waarschijnlijk Macedonië. Maar daar hebben we geen echte informaties over. We kunnen alleen de brief vergelijken bijvoorbeeld met de tweede Korintiërsbrief, waar we redelijk zeker zijn dat die vanuit Macedonië geschreven is. En omwille van veel parallellen, ook in het vocabulaire en zo verder, tussen de Galatenbrief en 2 Korintiërs, denk ik dat die twee brieven ongeveer in dezelfde tijd, Galatenbrief dus kort na de Galatenbrief, kort na 2 Korintiërs. Ja, dus eigenlijk kunnen we er niet zo heel veel over vertellen. We kunnen er wel enigszins over speculeren. Of een educated guess geven. Inderdaad. Een educated guess. Nu, laten we dan eens naar de brief zelf kijken. Wat zijn zo de grote thema's die eigenlijk aan bod komen? Wel, de brief zelf is eigenlijk een brief over een conflict tussen vroegchristelijke gemeenten aan de ene kant, de gemeente van Galatië, en hun apostel Paulus. En het conflict gaat over de vraag welke voorwaarden zijn er om toe te treden tot de gemeente, tot de gemeente van Christus. We kennen dit verhaal vanuit Handelingen. Dus dat was het eerste grote conflict, heeft men de indruk, dus vanuit Handelingen binnen de vroegchristelijke beweging. En Paulus staat voor diegenen die dus overtuigd waren dat men christen kan worden als man zonder besnijdenis. Terwijl blijkbaar, nadat Paulus in Galatië een gemeente op die basis gesticht had, andere missionarissen, vroegchristelijke missionarissen, die men dan judaïsten noemt, naar Galatië kwamen, om daar dus de mensen te overtuigen dat ze zich toch moesten laten besnijden. Blijkbaar hebben zij de mensen in Galatië zich laten overtuigen. En dan vind je dus in de Galatenbrief een Paulus die echt furieus is en daartegen fulmineert op een manier die men anders niet kent in het Nieuwe Testament. Ja. Zo, dank u, professor Bieringer. De Galatenbrief, een brief waarin Paulus
zich zeer temperamentsvol toont. Een brief over een conflict met de vraag: moet u een medische ingreep ondergaan om tot het christendom toe te treden? Voilà, met al die elementen ben ik er zeker van u overtuigd te hebben om ook de vervolgvideo's in deze serie te bekijken. Graag zien we u daarvoor terug.